Ik weet al heel erg lang dat ik het onderwijs in wil. Dat ik juf wil worden. Ik begon op de basisschool en ik heb eigenlijk altijd die droom gehad. De vakken die je hier op de PABO krijgt zijn Nederlands, rekenen, pedagogiek, maar ook geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs. We krijgen ook levensbeschouwing. Daar leer je bij hoe je hoe kinderen naar het leven kijken en ook vooral hoe je dat kan beïnvloeden. En ook trainingen. Laatst hebben we bijvoorbeeld een training gehad over pesten en kindermishandelingen. Dat is ook wel heel erg interessant om daar wat meer over te weten. We krijgen vaak onderzoeksatelier. Die onderzoeken die hebben dan een bepaald thema. Dat kinderen heel verschillend zijn qua achtergrond, qua thuissituatie. En dat is interessant om te weten, want je moet daar als leraar ook mee kunnen omgaan. Het leukste vak vind ik toch wel vakken als muziek, drama of beeldende vormen. Dat je daar helemaal in kan uiten. En die vakken zijn gewoon heel erg leuk, ook in de groep. Op school heb ik ook een studieloopbaanbegeleider. En dat is een soort van mentor die jou dan het hele jaar begeleidt samen met je klas. En het is gewoon heel erg vertrouwd. Elke week kom je even samen. En vooral het eerste en het tweede jaar is dat heel erg fijn. Omdat je dan goed nog hulp kan vragen over de stage. Je loopt stage vanaf jaar 1, meteen week 1 eigenlijk. Het is de bedoeling dat je meteen zoveel mogelijk lessen geeft om ervaring op te doen. Je leert er heel erg veel van. En als je gewoon je eigen klas hebt en je bent gewoon juf, daar geniet je het meeste van. En dat vind ik gewoon het allerleukste om te doen. De leerkracht is een voorbeeld. Een rolmodel voor een kind. Dus ik heb nog niet het gevoel dat ik echt de kinderen aan het opvoeden ben, maar je bent wel met normen en waarden bezig. Je kunt kinderen sturen in gedrag. En als dat prima gaat, dan gaan die lessen ook een stuk makkelijker als ieder kind zich op zijn gemak voelt. En jij dus ook. Het is ook echt een hartstikke leuke opleiding. Je doet niet alleen maar zakelijke vakken, je doet ook gewoon lekker muziek, je doet lekker drama. En het is echt hartstikke leuk. Ik heb er geen spijt van. En ik weet zeker dat dit het beroep is dat ik gewoon voor de rest van mijn leven wil doen. Daar ben ik wel van overtuigd.